Hallo, dat is Rick, ik ben Thomas en vandaag gaan we naar Benno van Vught. Ja, ik ben Benno van Vught, ik ben de artiest uit Tilburg, een Nederlandstalige zanger. Snel, hè? Hier is koning Benno! Goedemorgen Benno. Morgen Benno, yeah! Ja, die heb je het vrij geschat, Jordan Benno. Hij ziet er goed uit, heel vaak. En zeker als ik mijn bril niet op heb en mijn haren pak aan heb en mijn haren netjes schijnt, dan word ik heel vaak aangesproken, ja. Te vaak. Daarom heb ik ook een single over gemaakt. Dus in het begin wou ik er niks van weten, maar sinds ik die single heb gedaan en aanslaat, ja, dan gaan we ervan profiteren, zeg maar. Ik ben de lookalike van Willem-Alexander. Maar beroemd zijn, nee, dat valt niet mee. Altijd maar lachen en met iedereen een selfie. Ik wil het lipje van je blikje zijn. En dat was ook het begin mee bestand. Dus mijn vriendin maakte handtasjes van lipjes van blikjes. En ik zat televisie te kijken en nul tot zetten. En ik werd er een beetje gek van, dus ik zeg, ben je een gekke slag, ik ga voor jou een single opnemen. Jij wel? Ik zeg, ja, ik wel. Dus zo gezegd, zo gedaan, ben ik nog eentje van de school gegaan. Maar die had geen tijd. En toen ben ik bij André Kooijman terechtgekomen en die had in 2 weken tijd het lipje van blikje klaar. En het werd dit. Dus meer dan 45.000 views op YouTube en dus zo is het begonnen. En toen moest er een volgende komen, want ja, als je een hit hebt, kun je niet in één keer van het podium verdwijnen, zeg maar. Dus toen zijn we eigenlijk een beetje doorgegaan. Ze maakt het allemaal. Ze is een bezig bijtje. Iedereen is gek op haar. Ze speelt altijd met haar lipjes, maar nooit meer met mijn gitaar. Ja, als ik het niet leuk zou vinden, dan zou ik er vandaag door de stekker uittrekken. Want ik hoef het niet aan te verdienen. Ik vind het leuk om te doen. Maar ik doe niet voor niks wat zon op. Ik treed eigenlijk niet meer voor niks op Danny. Maar ik wil wel zeggen van, het kost heel veel geld. En ik heb er plezier in. Dus zolang ik er plezier in heb, blijf ik het doen. Maar het is niet mijn broodwinning. Daar wil ik erbij zeggen. Mijn broodwinning is mijn schoonmaakbedrijf. Hype. Ja, iedereen is lijp, haar lipjes zie je bijna overal. Wat heeft de muziek voor mij gebracht? Plezier, leuk. Ja, elke dag tot er aan het weg, dus ja, dat is gewoon gezellig. Ik ben een gezelligheid mens, hè, dus dan zoek je dat ook op. En als je dan bij de voetbalvereniging komt en die gaan op tafel staan te dansen, ja, dan denk ik het goed toe en dan lachen is niks als lachen. Is gewoon geweldig. Wat jij kan, dat vindt mijn lipje fijn. Ik krijg het warm en koud van binnen. En dan moet jij nog gaan beginnen. Ik ben de boot en jij de kapitein. Ik wil het lipje van jouw blikje zijn. We staan 4:15 staan we op en dan ben je om 4:30 stappen in de auto, gaan we naar het werk en dan werk ik
tot 7 uur en dan breng ik mijn vriendin weg naar haar werk en dan ja, ga ik andere klusjes doen die ik moet doen. En ja, s'avonds doen we dan nog zingen of ja. Dus ik begin s'morgens van 4:15 tot s'avonds een uur of 8, 9. Lange, met schoonmaakbedrijf, ja. Lange dagen. Alleen tussenmiddag ben je wel eens ook thuis, want ja, je schoonmaakbedrijf is of heel vroeg of heel laat. Dus en ja, tussenin doen we ramen wassen, gevel reinigen, ja, wat er ook te doen is. Ze mogen mij overal voor, als ze mij betalen vind ik het goed, dan doe ik alles. Dus zonder sleegramen, ja. Ik. We waren met Benno mee op de Tilburgse kermis, waar hij in de studio van Kermis TV een eigen lied mocht zingen. Oké, hey, dus kan jij het liedje doen? Ik ga het liedje doen. Dan zeg ik, schel, start een band. Aardbeien? Ja, doe maar. Ik heb er zin in vandaag, het zonnetje schijnt op mij. De regen en kou, die zijn we mooi kwijt. Snel op de fiets naar de stad en dan een terrasje op. De zomer, dat is toch voor mij een heerlijke tijd. Want als het zonnetje lacht, verschijnt er een heel brede lach. Alle terrasjes die stromen weer vol, ja het is zomer. Want als het zonnetje lacht, geniet ik het meest van de dag. Lekker lang uit in de zon, heerlijk op mijn balkon. Nou, ik moest een zomerrit hebben, vond André Kooijman. En André Kooijman zei, ik heb wel een lied voor jou. En dat was dan de zonnebril. Ik zeg, nou dat is goed, dat gaan we doen. Ik zeg, maar als we het op gaan nemen, wil ik alles tegendraads opnemen. Hoe bedoel je, zit die tegendraads? Ik zeg, nou, ik ga niet naar het strand. Ik zei, dan ga ik gewoon hier naar Amerika of zo lopen en zie die mooie meiden staan. Er zit een vrouw van 80, een vrouw van 50, een vrouw van, of een meisje van 18 en een kind. En ik zeg, ja, zo zie je bij deze staan. Daar krijg je enorm veel reacties op. Loop over de boulevard, ik loop gewoon in het winkelcentrum. Ja, dat is het simpelste hier, hè. In Tilburg heb ik geen boulevard. Dus dan gaan we naar het winkelcentrum. Nou, zo heb ik daar ook op Dumpert gezet. Met het geval dat ik 644.000 views had. En in een uur tijd 80.000. Ik wist niet waar boven kwam. Van wat gaat hier gebeuren? Dus ja, en nog steeds wordt op ja, verschillende. Maar ik zet mijn eigen er niet op. Maar God of zoiets kom ik allemaal op. En die mensen die proberen je allemaal af te zeiken. Maar mij maakt dat ik zeg, wat valt toch niet op mij. Dus ja, ze lullen maar, zeg ik dan. Een hele week genieten, even chill. Ik zag een mooie plek met zongarantie. Dus kocht ik ook een nieuwe zonnebril. Sindsdien heb ik aan aandacht geen gebrek. Nee, maar wij moeten daar wat doen. Je kunt er weer echt druk op gaan maken. En dan zit ik straks in Jan Wier of een gekkenhuis. Omdat ik me echt druk maak bij andere mensen vinden. Daar heb ik niks aan. Dus ik ben gewoon Benno. Ik doe dingen die ik leuk vind. En wat een ander, iedereen mag een eigen mening hebben. Ze hoeven men ook niet goed te vinden. Maar om ze eigen, om nou de mensen die in de clip te bedreigen of dingen, ja, dan ga je wel te ver. Daar hebben we ook iets tegen gedaan. Maar de vrouw van 49, die is bijvoorbeeld bedreigd omdat ze bij mij in de clip speelde. Ja, dan zeg ik wel, dan ga je te ver.
Hè, en dan hoef ik dit zelf niet te lezen, maar dat wordt allemaal via wel, komt dat wel bij mij terecht. En dan, daar hebben we ook aangifte tegen gedaan. Dus, maar ik wil zeggen van, mij boeit niks. Hey, daar heb je koning Abraham! Hij is het echt! De koning die wordt 50 en dat wordt in roods gevierd. Hij viert dit jaar als Abraham beneden de rivier. Maar laatst was ik in Tilburg en dacht, daar heb je hem. Hij keek me lachend aan en zei, weet je wie ik ben? Ik ben de lookalike van Willem-Alexander. Ja, dat ben ik al een hele tijd. In heel de wereld vind je nergens iemand anders. Ik zie met de toekomst heel goed tegemoet. Dus ja, we hebben nu bij TV Tilburg in, de kermis gedaan. En ook goed verlopen. Vanavond krijg ik mijn ontslag. Dus kan ik eigenlijk tegen Ron zeggen dat hij te ver is gegaan met sommige dingen. Dus ja, dat wordt wel een leuke uitzending, denk ik. Dus, en dan volgend jaar dan, gaan de mensen vragen van waar blijft Benno? Want als je de reacties ziet op YouTube, op internet, ja, dan is het heel veelbelovend. Dus ja, we weten het niet, maar mijn zingen in ieder geval, dat gaat sowieso door. Want bij Carnaval komen we weer mijn nieuwe single uit, die is al bijna klaar. En de zomerrit is al weer bijna klaar voor het jaar erop. Dus ja, we blijven gewoon lekker doorgaan. Zolang ik er plezier in heb. Als ik er geen plezier meer in heb, dan is het ook stop, dan doe ik niks meer. Maar dat is Benno, ik pak dingen aan, maar ik kan er ook zomaar mee stoppen. Dus. In heel de wereld vind je nergens iemand anders die zoveel op onze koning lijkt. Ik ben de lookalike van Willem-Alexander, maar beroemd zijn, nee, dat valt niet mee. Altijd maar lachen en met iedereen een selfie, en elke dag bij Boulevard op de tv. Hij is de lookalike van Willem-Alexander, ja, dat is hij al een hele tijd. In heel de wereld vind je nergens iemand anders. Wil je nog iets delen? Nou, eigenlijk niet. Ik heb niks te delen. Ja, dus ja, ik zou het niet weten. Mijn muziek, die deel ik. En als ze het leuk vinden, mogen ze hem pakken. En als ze het niet leuk vinden, laten ze hem lekker staan. En ja, ik zeg al, ze hoeven me niet leuk te vinden, ze mogen me leuk vinden. En ik denk dat Benno vervucht is. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren en laat een blauw duimpje achter. Tot volgende week. Hoi!